Eindhoven ademt deze week design. Op de meest uiteenlopende locaties in de stad laten ontwerpers hun werk zien. Op bekende plekken zoals het Van Abbe Museum of Strijp S, maar ook op nieuwe locaties zoals de oude V&D en in de parkeergarage aan de Emma-singel. Hoe meer we in een digitaal tijdperk terechtkomen, hoe meer daar ook een contrabeweging op komt. Dus mensen die eigenlijk behoefte hebben aan een soort van iets wat niet digitaal is. Nou, dat zie je heel erg goed terug in de werken die in deze expositie staan. Ik vind het wel heel erg leuk dat het in een parkeergarage is. Dat verwacht je niet. En lekker overzichtelijk. Gekke dingen. Ik ben wel enthousiast. Ik vind het niet mooi. Nee, ik vind het echt niet mooi. Nee. Waarom niet? Ja, ik snap het gewoon niet. Ja. Ik kan een kleuter nog wel in elkaar flansen. Ik vind het gewoon niet mooi. Tijdens deze Dutch Design Week zijn er meer internationale designers in de stad dan ooit. Maar het blijft vooral een Dutch Design Week. Veel exposities met Nederlandse tint. Zoals de Dutch Bike Expo op het NRE-terrein. Ik heb de Flex Bicycle ontworpen. Een fiets naar aanleiding van duurzame materialen. Om te laten zien waar duurzame materialen toe in staat zijn. In concurrentie met koolstof, bijvoorbeeld staal, aluminium. Dat is eigenlijk mijn doel. Ik ben zelf fietser. Ik heb een racefiets. Ik heb een mountainbike. Ik heb een e-bike. Dus dit is een beetje een snoepwinkel, zeg maar, voor mij. We hebben deze reviewbiker 1.0 gemaakt. Het idee is een tweede kans te geven voor de fietsen die al geslopen moeten worden. En ook wat opdracht te geven voor de vluchtelingen die kunnen bijna niks doen in Nederland. Ook veel Dutch design in het Van Abbe met de expositie Beyond Generations. Hierin staat 70 jaar Design Academy centraal. Werk dus van Eindhovense ontwerpers. In de tentoonstelling wordt nagedacht over wat is design nou eigenlijk? Wat was het? Waar komt het vandaan? En waar zijn de studenten en ontwerpers nu mee bezig? Wat heel erg belangrijk is dat natuurlijk een grote diversiteit is aan het werk. Het ontwerp heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en is heel breed georiënteerd. En is het fijn dat alle generaties door elkaar staan, maar ook zeg maar, daarmee de verschillende disciplines zich tot elkaar verhouden. Het gaat om creëren. Dus het is niks moois om daarin je eigen creativiteit en je vocabulaire daarin te laten zien, natuurlijk. Ik vind het zelf leuk om te zien, ja, nogmaals, hoe dat ontwerpen zich ontwikkelen en hoe dat dan jaar na jaar en dan op een gegeven moment leuk om dan die sprong van een aantal tientallen jaren te zien. En dan zie je dus dat er toch verschillende antwoorden zijn op vergelijkbare vragen. De Dutch Design Week duurt nog tot en met zondag.